We zijn samen met het arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs een wondermooi project gestart. Het project is erop gericht om leraren sneller op een hoog niveau van functioneren te brengen. En dat geldt zeker ook voor beginnende leraren. Ik ga eerst een beetje vertellen hoe de opzet van het project Kom Kijken in de Klas, want zo heet het project, Kom Kijken in de Klas, hoe dat eruit ziet. Vervolgens vertel ik wat over een observatie-instrument dat we 20 jaar geleden ontworpen hebben en dat we hierin gaan gebruiken. Dit is het zogenaamde ICALT-instrument. Dan laat ik wat tussentijdse resultaten zien van het project Kom Kijken in de Klas. Vervolgens, de clue is bij leren dat je probeert om de zone van naaste ontwikkeling van degene die aan het leren is, en dat is nu de leraar, probeert aan te boren. Dat zijn, je probeert te zoeken naar de dingen die ze nog net niet kunnen of nog net niet doen. Als je te moeilijk gaat, vergeet het maar. En als je die zone vindt en ze daarin gaat coachen, dat zal dan het vijfde deel worden van deze presentatie, dan blijken ze te gaan groeien in hun vaardigheidsniveau. Dan eindigen we de presentatie met het aangeven van een aantal voorwaarden die belangrijk zijn voor het succesvol kunnen deelnemen aan het project. Daar eindig ik mee. Goed. Wat zijn de projectdoelen? Ik heb het eigenlijk al een beetje verraden. Projectdoelen zijn tweeledig. We proberen de didactische vaardigheden van leraren op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. En tegelijkertijd proberen we binnen de scholen een professionele cultuur te laten ontstaan waarin leraren het gewoon gaan vinden om bij elkaar in de klas te kijken, elkaar te helpen bij wat ze gezien hebben en in het uiterste geval zelfs proberen om de zone van naaste ontwikkeling van elkaar op te sporen en elkaar daarin te helpen. Dus twee projectdoelen, individuele ontwikkeling en de ontwikkeling van de school. Wat gaan we in het project heel concreet allemaal doen? We gaan eerst een aantal, of dat hebben we eigenlijk al gedaan, een groot aantal schoolcoaches trainen. En die moeten op een wat betrouwbare manier observeren. Als ik jou observeer en jij observeert hem, dan moeten we toch ongeveer met dezelfde conclusie thuiskomen. Als dat niet zo is, dan ligt dat aan ons en niet aan hem. Dus we moeten proberen om ervoor te zorgen dat degenen die getraind worden in het gebruik van het observatie-instrument, dat die allemaal, kijkend naar dezelfde leraar, met ongeveer dezelfde boodschap thuiskomen. Het tweede wat die schoolcoaches gaan leren, dat is hoe spoor je de zone van naaste ontwikkeling van een leraar op. Maar stel die observatie is gelukt, en dat gaat natuurlijk in de meeste gevallen gewoon lukken, gaan we daarna op grond van die zone van naaste ontwikkeling die we getraceerd hebben, de verbeterpunten bespreken. En afspraken maken, ik ga met jou dus afspraken maken, over wat jij in de volgende lessen gaat oefenen. Die tweede observatie vindt zo gemiddeld na een week of 20 of een half jaar plaats. Zo is het gelopen in ons project. Ik wil ook graag de ontwikkeling van leraren in kaart brengen. Dus we hebben ook nog een derde observatiemoment daarin zitten. Zodat we kunnen kijken of jij een mooie steile groei doormaakt. Of dat die groei een beetje flubberig verloopt. En dan hebben we weer een nieuw gesprekspunt, zoals je begrijpt. Dat observatie-instrument dat we gaan gebruiken heeft een bepaalde geschiedenis. Toen ik op de opleiding voor leraren zat, dat heette toen nog PA, was er een wereldberoemd onderzoeker, Coleman geheten, en die stelde vast dat de verschillen in de prestaties van leerlingen, ja, dat werd eigenlijk vooral veroorzaakt door het milieu van herkomst en de intelligentie van de kinderen. En die leraar, ja, dat deed er eigenlijk niet heel veel toe. Nou, dat krijg je dan te horen als je bezig bent leraar te worden.
Dat heeft mijn beroepsloopbaan zeer sterk beïnvloed. Ik ben me gaan voegen bij een groep onderzoekers die wilden bewijzen dat Coleman ongelijk had. En inmiddels weten we dat zo'n 20% van de verschillen in prestaties, dat wordt niet door milieu en intelligentie veroorzaakt, maar door jou als leraar. En dat is dus ook de hele clou geworden van het denken over effectiviteit van leren en onderwijzen. Want niet elke leraar haalt zijn 20% eruit. En daar is dit project een beetje op gericht. 50 jaar onderzoek is er gedaan en er zijn honderden activiteiten van leraren ontdekt die meer of minder zoden aan de dijk zetten als het ging om het verbeteren van de prestaties van leerlingen. En als die leraren dat gaan doen, dan heeft dat een enorm civiel effect. Er zijn onderwijseconomen uit de Verenigde Staten die hebben uitgerekend dat leraren die een standaarddeviatie beter zijn dan hun collega's, die verdienen later $20.000 per jaar meer. Kortom, leraar, je bent een maatschappelijke factor van betekenis. Je staat daar niet als een soort bezigheidstherapie. Nee, wat jij doet maakt veel uit voor het latere succes van jouw leerlingen. Nou, dan is de grote vraag, wat moeten die leraren dan doen? Nou, we hebben een lijstje van 10 punten gevonden die echt zoden aan de dijk zetten. Dat is dat je, het eerste is dat je aan het begin van het jaar minimumdoelen stelt. Dus dat je weet wat je leerlingen aan het eind van het jaar allemaal kunnen. En daar mag niemand ontsnappen natuurlijk. Je moet voldoende leren en instructietijd bieden, zodat die leerlingen ook de kans krijgen om te leren wat ze moeten leren. Je zult ook op een beetje handige manier moeten monitoren of je leerlingen bereikt hebben wat ze wat je had willen bereiken, dus of je die minimumdoelen gaande het jaar ook daadwerkelijk bij de leerlingen in zicht krijgt. En je moet de leerlingen gespot hebben waar zwakheden zitten. Als wij in de klas gaan kijken, kunnen we deze dingen vaak die ik net noemde niet zien. Maar er zijn wel andere dingen die we kunnen zien. Wat we weten is als jij voor kinderen zorgt dat ze een veilig en stimulerend onderwijs-leerklimaat krijgen aangeboden, waarin het gewoon leuk is om te leren, waarin het veilig genoeg is om fouten te kunnen maken zonder uitgelachen te worden, en waar een stimulans van uitgaat om weer een volgende stap te zetten. Ja, verder moet de les een beetje efficiënt georganiseerd zijn. Er zijn natuurlijk lessen die meer op een voetbalwedstrijd lijken. Dus er moet een zekere orde in de les zijn, waardoor kinderen ook inderdaad in een zekere rust kunnen werken en leren. Derde punt is dat de instructie duidelijk en gestructureerd moet zijn. Dan is er nog een vierde punt. Als ik jou zo gek krijg om tijdens de les op een actieve manier bezig te zijn, door vragen te stellen, door met je buurman te praten over waar de les over ging en dat soort van zaken, dan wordt zo'n les een actieve les, waardoor je erg betrokken bent bij wat er gebeuren moet. Hoeft dus echt niet stil te zijn als we maar bezig zijn met datgene wat juf of mees voor ogen heeft. Een vijfde punt is het afstemmen van het onderwijs op verschillen tussen leerlingen. Daar heb ik net eigenlijk al een beetje over gehad, dus daar ben ik nou wat korter over. En een laatste punt is dat je leerlingen leert hoe ze iets moeten leren. Dat laatste is een betrekkelijk nieuwe lood. Dat hebben veel leraren niet op de PABO gehad, de jongere leraren wel, maar in mijn generatie in ieder geval niet. En waar het om gaat, is dat je kinderen een hulpstukje geeft om een volgend stapje te kunnen maken. En dat je ook in de gaten hebt welke kinderen dat hulpstukje nodig hebben.
Nou, deze zes zaken, die zijn vervat in een observatieinstrument dat we in 1998 ontwikkeld hebben. Samen met de Inspectie voor het Onderwijs overigens. Die eerste versie van dat instrument die is eindeloos uitgeprobeerd op betrouwbaarheid en validiteit. We wilden dus echt zeker weten dat de observaties van de een en de observaties van de ander voldoende op elkaar leken als het om dezelfde leraar ging. Maar ook of die dingen waar we op letten een zekere voorspellende waarde hebben voor de prestaties van de leerlingen en voor de betrokkenheid van de leerlingen. Vanaf 2005 werd het project erg leuk, want toen wilden we weten of dingen die we in Nederland gevonden hadden, ook in andere landen gevonden werden. Eerst deden we dat een beetje goedkoop, zijn we in Europa gaan kijken. En tegenwoordig zijn we vergelijkende studies aan het opzetten in Indonesië, in Korea en we gaan ook starten in Nicaragua. Waarbij er geen andere bedoeling is om erachter te komen of datgene waarvan wij denken dat leraren dat moeten doen, dat dat ook in andere culturen en in andere samenlevingen werkt. Dat ICANT-instrument is dus echt gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Dat is niet in een achternamiddag in elkaar gezet. Dat zijn onderzoeksresultaten van de afgelopen 50 jaar. Dat instrument geeft ons een inzicht in de ontwikkeling van de beroepsloopbaan van leraren. We kunnen het instrument ook gebruiken voor begeleiding in de klas en voor de ontwikkeling van leraren. Dat is ook wat we in het project Kom kijken in de klas aan het doen zijn geweest. Dat instrument, ik heb het eigenlijk net al een beetje laten zien, bestaat uit een zestal domeinen. Zorgen voor een veilig en stimulerend onderwijs-leerklimaat. Zorgen voor een efficiënte lesorganisatie. Zorgen dat de instructie duidelijk en gestructureerd is. Deze drie dingen, dat zijn eigenlijk de basisvaardigheden van een leraar. Als een leraar dat onvoldoende doet, komt hij elke avond doodmoe thuis. Zodra een leraar die basisvaardigheden beheerst, ontstaat er ruimte om wat meer geavanceerde vaardigheden te laten zien. En dat activeren van leerlingen, waar ik het net over had, dat behoort tot de meer geavanceerde vaardigheden. Belangrijk is dan natuurlijk wel dat je klassenmanagement in orde is. Want als jij een onvoldoende haalt op het klassenmanagement en je gaat beginnen aan het activeren van de leerlingen, joh, dan ben je de rest van het uur bezig om de kinderen uit de gordijnen te halen. Dus dat is ook niet de bedoeling. Je moet die dingen dus in een bepaalde volgorde aanleren. Als jij gaat differentiëren, dat is de tweede geavanceerde vaardigheid, en je hebt onduidelijk uitgelegd, ja, dan kan je wel gaan differentiëren, maar dat gaat niet werken. Je moet eerst zorgen dat je duidelijk kunt uitleggen en dan kunnen we het stapje maken naar verschillende leerlingen op hun eigen manier bedienen. Voor leerstrategieën geldt datzelfde. Als jij niet goed hebt uitgelegd hoe het zit, ja, dan wordt leerlingen aanleren hoe ze dat moeten doen ook heel moeilijk. Dus vandaar dat die leerstrategieën de allermoeilijkste vaardigheid is voor leraren. Dat instrument bestaat uit twee componenten, dat observatieinstrument. Of eigenlijk uit drie. Ik heb die zes domeinen natuurlijk net al gehad. Voor elk van die zes domeinen hebben we een aantal indicatoren. En die indicatoren worden gescoord op voldoende, onvoldoende of heel erg onvoldoende of wauw, dat was boepie. En we hebben bij elk van die indicatoren een paar voorbeelden van goede praktijk. En die voorbeelden van goede praktijk zijn ongelooflijk belangrijk. Als ik tegen jou zeg, ja, je hebt de instructie onvoldoende afgestemd op verschillen tussen leerlingen, ga dat nu beter doen? Ja, denk jij dan, dat is de raad van de wijze uil. Wat moet ik nou doen? Nou, daar hebben we die voorbeelden voor goede praktijk voor, die ook in dat instrument zitten.
En dan worden het zaken als dat je groepjes leerlingen aanvullende instructie geeft, of dat je leerlingen individueel aanvullende instructie geeft. En nou snap je waar ik het over heb. En weet je ook wat je moet doen als jij die instructie beter wilt afstemmen op verschillen tussen leerlingen. Ja, dan krijgen we nu het landelijke beeld te zien. En in dat landelijke beeld wordt eigenlijk heel erg duidelijk dat de gemiddelde leraar basisonderwijs die drie basisvaardigheden echt goed laat zien. Veilig klimaat is bij de gemiddelde leraar hartstikke goed. Efficiënt klassenmanagement is gewoon in orde. De instructie is helder en gestructureerd. Daar zit voor de gemiddelde leraar echt het probleem niet. Anders ligt het bij die geavanceerde vaardigheden. Daar heeft ongeveer de helft van de leraren een aandachtspunt. En het gaat erom om uit te zoeken waar dat aandachtspunt precies zit. Zit hem dat bij het activeren van de leerlingen? Zit hem dat bij het afstemmen van het onderwijs op verschillen tussen leerlingen? Of zit dat bij het leerlingen aanleren hoe ze iets moeten leren? Als we de scores op die zes domeinen laten zien, en laten we nou als criterium het begrip ruim voldoende hebben. Als jouw gemiddelde score op een domein op zijn minst 2,5 is, dat staat voor ruim voldoende op de schaal die we hiervoor gebruiken, dan ben je goed genoeg om de volgende stap te kunnen maken. Het voorbeeld dat ik nu laat zien is een leraar waar het onderwijs-leerklimaat echt ruim voldoende is, waar het klassenmanagement ruim voldoende is, maar waar de kwaliteit van de instructie net niet helder en net niet gestructureerd genoeg is om te laten zien dat je dat in voldoende mate beheerst. Als de theorie deugt, dan zie je dat bij de moeilijker vaardigheden de scores ook laag zijn. En het eerste domein waar je scores onder de 2,5 zijn, dat is jouw zone van de naaste ontwikkeling. Stel dat jouw zone van de naaste ontwikkeling ligt bij het geven van heldere instructie. Dan gaan we bij al die indicatoren die we gebruikt hebben na waar jouw score boven de 2 was en waar jouw score onder de 3 was. En waar jouw score onder de 3 was, gaan we kijken naar die voorbeelden van goede praktijk. Dat is wat we dan gaan oefenen. En als we dat gedaan hebben, dan kunnen we kijken hoeveel die leraren na een half jaar vooruit gegaan zijn in hun ontwikkeling. Zo kun je zien dat we bij het creëren van een veilig klimaat een kleine groei bereikt hebben. Dat is ook bij efficiënt klassenmanagement en bij heldere instructie. Bij het activeren van de leerlingen was de groei echt aanzienlijk. Bij differentiatie was de groei nog steeds klein. Dat blijkt ook wel een beetje erg moeilijk te zijn. Kijk, als ik zeg, jij moet je leerlingen gaan activeren en dat kun je rustig permitteren, want je hebt orde en je gaat dat doen, heb je meteen de succeservaring te pakken. Maar dat differentiëren is veel moeilijker. Want dan moet je namelijk van al jouw leerlingen weten waar ze ergens zitten en wat ze niet onvoldoende hebben opgepikt. En welke leerlingen je voor de les dus even apart moet nemen. En na de les soms ook nog even. Dat vergt dus veel meer. Het aanleren van leerlingen hoe ze iets moeten leren, dat is weer relatief makkelijk. Dus wat we in de laatste sheet hebben gezien, is eigenlijk het succes van het project. Dat we leraren in korte tijd, door ze te coachen in hun zone van naaste ontwikkeling, best wel behoorlijk zagen groeien. Maar dat gaat allemaal niet zomaar. Als die schoolcoaches die dat doen geen vertrouwensrelatie hebben met die leraren die ze observeren, dan gaat het mis.
een minstens even belangrijk punt is dat die schoolcoaches voldoende tijd krijgen om die lesbezoeken uit te voeren. Want die coaches zijn leraren en die moet je dus vrijmaken. Nou hebben we natuurlijk op dit moment een lerarentekort, dus het vrijroosteren van die coaches is een helft job. En schoolleiders moeten dus inderdaad, als ze aan dit project willen meedoen, ervoor zorgen dat die leraren ook de tijd krijgen om te observeren. Wat ook belangrijk is, is dat scholen die aan dit project gaan meedoen, dat die zichzelf de eigenaar van het project voelen. Dus met elk schoolbestuur dat meedoet aan dit project, hebben we gesprekken met zowel schoolleiding als schoolbestuur. Willen jullie dit? Past dat in wat jullie toch al doen? En als dat niet zo is, geven we elkaar een hand en gaan we het project niet starten. Dat onze leraren op zich al hartstikke goed zijn, is misschien wel een leuke zin om mee te eindigen. Dank je voor de aandacht.